Als laatste in de reeks van 3 documentaires van Roelof Kiers, die de VPRO deze maand herhaalt, kunt u kijken naar het televisie-epos Indonesia Merdeka uit 1976, over de strijd die voorafging aan het uitroepen van de Republiek Indonesië. Gereconstrueerd door middel van uniek historisch materiaal en de herinneringen, lotgevallen en anekdotes van prominente ooggetuigen. Uw aandacht voor Indonesia Merdeka. Kami mengulangi lagi, Republiek Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia Merdeka! Zodra Japan de Tweede Wereldoorlog heeft verloren, is in Jakarta de onafhankelijke Republiek Indonesia uitgeroepen. 17 augustus 1945. De dagen van het koloniale gezag lijken geteld. Nederland weigert het verlies van zijn vruchtbare Indische archipel zonder meer te aanvaarden. Als onderhandelingen niet genoeg helpen, wordt tot 2 maal toe grootscheeps gevochten om het onvermijdelijke einde te rekken. We rekken het nog 4 jaar. Over dat langgerekte proces kunnen we pas oordelen als we alles weten. Eigenlijk dus nooit. Het is een voorrecht deze daad van overdracht der soevereiniteit te verrichten tegenover de geschiedenis. Of beter gezegd, voor het aangezicht Gods, die weet waarom dit samengaan in vrijheid niet eerder en ook niet later werd bereikt. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ons bezit in de Indische Oceaan, 36 maal zo groot als het grondgebied aan de Noordzee, is van oudsher een planterskolonie. Met de hulp van inheemse werkkrachten in cultuur gebracht door een handjevol blanke opzichters. In de jaren voor de oorlog hebben amper 40.000 volbloed Hollanders het voor het zeggen over meer dan 100 miljoen inlanders. Die kleine minderheid koestert het beeld dat ze iets groots verricht. Niet alleen voor zichzelf, vooral ook voor die grote onmondige massa.
planter was het leven in Indonesië aantrekkelijk. Hè? Niet alleen omdat de mogelijkheden carrière te maken zo groot waren, hè? Maar ook omdat je als planter zo'n grote vrijheid genoot. Hè? De prettige verhouding die er bestond tussen het werkvolk en de Europese employé maakte van dat werk voor beide, hè, de hele dag een genot. Hè? Zij erkenden je als de meerdere. Ja, en dat doen ze natuurlijk niet zo gauw van hun eigen bangsa, hun eigen ras. Hè? Dat zijn ze dan niet zo gewend. Hè? Dus dat nemen ze niet zo gauw. Terwijl ze in ons wel degelijk altijd hun meerdere zagen en dat ook accepteerden, zolang ze goed behandeld werden. Want je hoorde natuurlijk wel van gevallen waar het veel minder plezierig was op een onderneming. Niet waar de verstandhouding niet zo goed was tussen de Europeanen en het werkvolk. En ja. Dus u was op een bepaalde manier heer en meester daar? Oh ja, absoluut. Dat. Dat was ook absoluut en Dus de patriarchale verhouding die bestond, hè? Hm? Ja. En als die patriarch hier het niet naar zijn hoofd stijgt, hè, dan is dat geloof ik een erg prettige verhouding, hè? Het is een kleine staat eigenlijk op zich, niet met één man aan het hoofd. Hoe groot was die plantage? Nou, wij hadden geloof ik 700 man, hè, het laatste... Wat mensen betreft, hè? Ja. 700 tot 1000 man. En de grootte van het land? 1000 hectare. Dat hangt natuurlijk af van de grootte van het land. 1000 hectare bijvoorbeeld, hè, dat was het laatste onderneming. Maar als je dan nagaat dat op zo'n land met 700 mensen, zoals wij dan het laatst hebben gehad, ons laatste land, niet dat je daar al die mensen stuk voor stuk kent en dat de mensen jou ook kennen, nou, dan moet de verstandhouding natuurlijk wel goed zijn. Ja. U verdiende als planter vrij behoorlijk, 600 gulden in de maand. Wat verdienden de inlanders op uw plantage? Die verdienden... Ik durf het bijna niet te zeggen. Het laagste bedrag, wat heb je in je hoofd dan? Nou, dat weet ik van na de oorlog. Voor de oorlog? Voor de oorlog hebben wij meegemaakt dat ze niet meer dan een kwartje per dag verdienden. Kwartje per dag? Ja. En het was voor hun een goed loon. Daar waren ze absoluut tevreden ook mee. En daar leefden ze ook mee. Dat kwartje per dag, dat lijkt dus heel weinig, maar... Ik herinner me dat in de Volksraad, hè, werd aangevoerd, hè, dat deze Nederlanders uitbuiters waren. Want daar werd reclame gemaakt dat in dit gezegende Indië, hè, de coolie die leefde daar van een gobang, dat is een 2,5 cent stuk per dag. Hè. En dan was het kwartje, daar kon hij dus een ontzettende hoop mee doen. Hè. En dit was allemaal bedrog en leugenachtig. Werd in de Volksraad toen... is een keer gezegd, hè? Ja. Maar u verdiende dus ongeveer 20 gulden per dag en een koelie een kwartje, hè? Mm-hmm. Vond u dat niet... Nee, ik geloof dat ik... Maar dacht ik niet van, dit is misschien toch wel wat... Dat je er niet bij stilstaat. Omdat je ziet dat de mensen er toch behoorlijk van kunnen leven. Niet, je ziet vrouwen, want dat is dat bij hun een teken van welstand. Ja. Nee, dan kopen ze van die gouden muntjes. En hoe meer muntjes ze nou op hun jasje dragen, hoe beter ze het hebben. En dat kunnen ze allemaal betalen van dat ene kwartje per dag. Dan kunnen ze toch nog iets van overhouden. Naarmate het in de dertiger jaren in Europa benauwder wordt, stijgt de aantrekkingskracht van de kolonie, waar rust en orde heersen, waar ruimte is en waar de rijke kans ligt om vanzelfsprekend aanzien te verwerven naast materiële zekerheid. Steeds meer Nederlanders komen zich vestigen in hun Indië.
Een groeiende Hollandse gemeenschap onder een Hollands bestuur dat is vervuld van een weldenkende, liberale vaderethiek. Aan de gerechtvaardigdheid van de bestaande verhoudingen wordt nauwelijks getwijfeld. Wel is er al een stuwgroep die de Indonesiërs wil opvoeden tot een zekere zelfstandigheid. Voor een verre toekomst en onder toezicht van Europese leraren. Er leven ook andere herinneringen aan het Indië van toen. Indonesië, 1976. Ja, kijk, de koloniale sfeer heeft eigenlijk, zijn twee zijden, positieve en negatieve. Negatieve koloniale maatschappij is vol discriminaties. En dat voelen wij aan. Politisch bijvoorbeeld, dan is er natuurlijk geen gelijke rechten tussen de Nederlandse regeerders en wij die gekoloniseerd zijn. Economisch, daar is natuurlijk ook geen voldoende bescherming voor de economisch zwakkere Indonesiërs. En sociaal voelen we dat aan als discriminatie, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, op het gebied van gelijke kansen. Er zijn geen gelijke kansen. En zo kunnen we niet de maatschappelijke ladder op, zoals de andere Hollandse jongens hier in Indonesië van toen. Dus het ging eigenlijk voornamelijk om de sociale positie die u niet kon innemen? Ja, sociale positie en ook economische positie. En natuurlijk ook, wij willen graag eigenlijk baas zijn in ons eigen huis. Hè. En hier heeft natuurlijk het koloniale opvoeding zijn twee kanten. Hè. Aan de ene kant hebben wij geleerd de Nederlandse vrijheidsstrijd, vooral die 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden. Wij moeten ze uit het hoofd kennen, 1568 tot 1648. En dan moeten wij het Wilhelmus leren, hè? Moeten wij zingen. Den vaderland getrouw tot in de dood. En dan nog de tirannie verdrijven die ons hart doorwond. En dat voelen wij als aan als dan, iets tegenover de Nederlanders. U wilde de Nederlanders verdrijven? Ja, omdat de Nederlanders ook koloniale Spanje had verdreven. Waarom zouden we het kolonialisme niet mogen verdrijven? Hè? En dan herinner ik ook nog bijvoorbeeld die liederen van dat bundel, zangbundel, hè, van kun je nog zingen, zing dan mee. Hè? Dan moeten we dat ook leren. En dan, het is plicht dat iedere jongen voor de onafhankelijkheid van zijn geliefde vaderland zijn beste krachten weet. Nou, waarom zouden wij niet onze beste krachten wijden voor de onafhankelijkheid van Indonesië? En dat mag niet, hè, van de Nederlandse regeerders. Dus er komen spanningen. En zo is eigenlijk ons nationalisme en patriotisme aangewakkerd. En dan nog natuurlijk, kijk, wij zijn actief in de zogenaamde jeugdbeweging. Hè. En wij noemen onszelf de Indonesia Muda, Jong Indonesië. Nou, daar ben ik actief. En het is eigenlijk een nationaal pedagogisch instituut. Wij doen aan sportvereniging. Wij zijn bijvoorbeeld geïnspireerd door die AJC, misschien kent u het nog, dat is die Arbeidersjeugdcentrale. Ja. Ik wist zelf niet hoe dat die literatuur komt in Indonesië, maar wij leren zoveel van die Arbeidersjeugdcentrale. Dat dus eigenlijk de Hollandse jeugd in Nederland van die arbeiders, die hebben dus een organisatie. Nou, we hebben dus ook zo'n beetje nageaapt, hè. We hebben dus padvinderijen, we hebben dus studieclubs, we hebben dus debatingclubs. En ons doel is vooral plichtsbesef en verantwoordelijkheid te leren. Hè. En zo gauw mogelijk en zoveel mogelijk van de Nederlanders leren om zelfstandig te zijn. Maar dat mag niet. Ik word eruit getrapt van school. Van de Europese kweekschool. Dus toen ik de HBS Surabaya heb afgelopen met succes. En ik ben trots op dat ik als een inlander nummer 1 ben geslaagd van de HBS in Surabaya. Toen ging ik naar Europees onderwijs. Hè, de zogenaamde OEK. Openbaar Europese kweekschool. Nou, daar ben ik van
twee, we zijn twee inlanders daar op die Europese kweekschool. En natuurlijk, er wordt op ons goed gelet, op de 300 kwekelingen, omdat wij straks het recht hebben om als bruine man tegenover een klas te staan van blanke jongens in het koloniale atmosfeer. En dat mag natuurlijk niet, dus ze zoeken elke keer naar fouten. Nou, die andere jongen, een Balinees, hij heet Made Soare, ik ken hem nog. Nou, hij is gelukt om erdoor te gaan, maar ik niet, omdat ik lid was van de Indonesia Muda en dat hebben ze ontdekt. Wie is ze? De Nederlandse regering, de politie, vooral de geheime politie. Wie heeft een geheime politie? Oh ja? Ja, dat is de beruchte PID, de Politieke Inlichtingendienst. En die hebben overal hun spionnen. En zonder dat ik wist, was een van die spionnen in een van die vergaderingen die ik heb geleid. Hè? Ik bedoel cursussen, die cursussen van algemene ontwikkeling, hebben ze gerapporteerd, blijkbaar. Nou, en dat mag natuurlijk niet. Hè? Dus toen kreeg ik een brief van de heer De Kat Angelino, die was de directeur van Onderwijs en Eredienst, een heel mooie brief dat ik vanwege politieke misdragingen buiten de school niet geschikt ben om Europees onderwijzer te worden. 2 maanden voordat ik mijn eindexamen als Europees onderwijzer had, word ik eruit gekieperd. Nou, dat is discriminatie natuurlijk. Maar aan de andere kant moet u natuurlijk ook weer niet zo denken dat alle Nederlanders zo zijn. Hè. Ik heb bijvoorbeeld nog gekend meneer De Jong, hij is mijn gymnastiekleraar op die openbare Europese kweekschool en op de HBS ook. Toen ik van hem afscheid nam, was hij ook geschrokken. En toen zegt hij, nou Ruslan, stoor je maar niet aan. Hè. Vrijheidsstrijd is altijd te zwaar. Hè. Neem maar een voorbeeld van Jezus Christus. Hij was ook gekruisigd voor zijn idealen. Hè. De kinderen van de revolutie zijn groot geworden in Indonesië, de vaders oud. Mohamad Hatta was de strateeg van de onafhankelijkheid, jarenlang vice-president en premier van de republiek. In 1949 ondertekende hij naast koningin Juliana en Willem Drees de soevereiniteitsoverdracht. Hij is nu 74. Hoe heeft u dat Nederlandse koloniale regime ervaren? Niet prettig natuurlijk. Begin al van mijn jeugd, toen een vriend, een neef van mijn grootvader, toen was er een relletje in Kamang. Dat is een buur van West-Sumatra. Kamang is een dorp, ongeveer 15 kilometer van Bukit Tinggi. Daar is bevolking tegen de invoering van belastingstelsel. Vroeger was er cultuur zelfs afgeschaft, maar toch voorgezet in de vorm van dat de regering, dat de bevolking producten moest uitleveren aan de Nederlandse regering. Het werd veranderd in belasting. Toen verzette zich de bevolking tegen. En toen kwam het opstaan, het heeft niet lang geduurd. Ja, ongewapende volk tegen de Nederlandse regering, tegen de gewapende troepen, ze kunnen niks doen natuurlijk. En toen, op grond daarvan, werd een vriend van mijn, ik geloof een neef nog van mijn grootvader, een gewoon handelaar in bosproducten, wordt hij opgepakt en gestuurd naar Padang. Ik heb hem nog zien voorbij gaan. Voor mijn huis was toen, liep de spoorweg. Nu nog, mijn huis bestaat niet meer. Toen zat ik een brugje te zitten en dan zien we hem nog voorbij rijden naar Padang. En dat is mijn eerste ervaring, koloniale ervaring. Ja. Nou hadden die Nederlanders voor de oorlog altijd het idee dat ze hier zoveel goeds verrichten, hè? Ja. En dat ze zo geliefd waren. Bent u het daarmee eens? Is niet zo. Geliefd waren ze zeker niet. Er is altijd een contrast tussen blank en bruin. Het woord blank en bruin is er ingevoerd in Nederlanders zelf. Altijd wat blank, wat bruin is, is er lelijk. Schrijf een leerboekje. Vooral in Nederlands leerboek van Nederlandse taal. Ik geloof de schrijver was de heer Kroes. Ja. Daar is zo van de Inlanders lui,
Die anderen zijn diefachtig enzovoort, zulke lelijke woorden. Als mijn pleitrede leest, in Nederland toen, toen ik voor daar ging, heb ik dat nog een paar dingen gezegd. Ja. Dus u kunt weinig positiefs melden over die tijd voor de oorlog? Nee. En omdat we de geschiedenis lazen, ja, kan je natuurlijk een andere indruk, ja, van de werkelijkheid en de geschiedenis. Ja. Toen hebben we de Oost-Indische Compagnie, de geschiedenis van de Oost-Indische Compagnie gelezen. En cultuur zelf enzovoort. Dat is eigenlijk, de Nederlanders zijn waar Indonesië komt, zuiver eigen belang. Kort na de eeuwwisseling kan het Nederlands bestuur de Indische archipel voor gepassiviseerd verklaren. Nergens is meer sprake van georganiseerde rebellie. Het handhaven van de orde wordt verzekerd door het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, dat voor een belangrijk deel is gerecruiteerd uit Indo-Europese en inheemse vrijwilligers. Nederland heeft vooral Aceh onthouden. In het Indonesische geheugen is sprake van een eeuwenlange reeks opstanden in verspreide vorstendommen bij diverse stammen en van individuele helden met een nog ongerichte droom van vrijheid. Maar in 1912 ontstaat de Sarakat-Islam, een religieus-politieke beweging die ook nationalistische trekken vertoont. Tien jaar later heeft de export van het Europese communisme ook Java bereikt. Met de sociale onrust die in 1926 even tot uitbarsting komt, maakt het wettig gezag korte metten als met een besmettelijke ziekte die moet worden uitgeroeid. Een paar honderd doden, ruim 4000 gevangenen en speciale maatregelen voor 1300 belhamels. Die worden afgevoerd naar boven Digul op Nieuw-Guinea, het inderhaast ingerichte quarantainekamp voor bruine ongehoorzaamheid. De kleine blanke minderheid beschermt haar positie met grote doelmatigheid. En die positie staat niet ter discussie. Ze is een onomstotelijk gegeven. Ik herinner mij heel duidelijk op een zondagmorgen dat ik eens meegenomen werd naar een vergadering van de nationalistische vereniging Pasundan. Dat was een helemaal geen extreem nationalistische vereniging. Dat was een coöperatieve. Ik zit net te vertellen over Loekman Jai de Ningrat. Die nam mij mee. En wat mij daar, bedankt, wat mij daar vooral in bij is gebleven, dat is dat, zoals bij alle openbare vergadering, zogenaamde PID, de Politieke Inlichtingendienst, vertegenwoordigd was. In, helemaal niet verstopt of zo, die zaten op de eerste rij. En dat zo'n politieman op een bepaald ogenblik, als hij vond dat een spreker tegen de grenzen van het geoorloofde aankwam, zo met een potlood of met zijn knokkels op de tafel tikte. En de voorzitter die dan op het podium zat, die hamerde dan de spreker af. En toen is mij dus, laten we zeggen, heel duidelijk gebleken dat je toch echt ook wel van een politiestaat
moest spreken. Een politiestaat waar een dergelijke vergadering geoorloofd was. Waar men dus ook protest kon aantekenen voor zijn verlangens kon uitkomen. Maar nou ja, ik stel me een heel klein beetje voor zoals in Spanje sinds de dood van Franco. Dat het wel wat gemitigeerd is, maar dat er natuurlijk toch nog geen sprake is van een iets ook wat maar lijkt op een democratie in onze zin. Maar vond u dat niet stuitend toen? Ja, dat vond ik toen erg akelig. En, maar niet zodanig dat u op dat moment... dat ik bekeerd werd of omgekeerd. Ja, of er op revolutionaire gedachten kwam. Misschien. Nou nee, revolutionair. Ik geloof niet dat het in mijn aard ligt. Maar als je nou zegt, trok je daar nou, verbond je daar nou consequenties aan? Dan geloof ik dat ik moet zeggen nee. En als je je dan afvraagt waarom niet... Ja, dan kan ik natuurlijk makkelijk zeggen, kort erop brak de oorlog uit en toen veranderde alles. Maar ik geloof dat het meer het fatale is dat je gewend bent aan een bepaalde, laat maar zeggen, sociale situatie. Dat geen probleem voor je van. Mag ik het op een andere manier even trachten te illustreren? Je had in Jakarta een aantal zwembaden. Daar konden alleen maar Nederlanders, Europeanen, om de Indische rechtelijke term te gebruiken, lid zijn. En mijn vrouw en de kinderen en ik gingen daar dagelijks zwemmen. Had ik bijzonder er tegen om met Indonesiërs of met Chinezen te zwemmen? Nee, helemaal niet. Had ik misschien moeten zeggen, ja maar... Als daar geen Indonesiërs mogen zwemmen, dan ga ik natuurlijk en laat ik mijn kinderen er ook niet zwemmen. Ik moet eerlijk zeggen, het is geen ogenblik bij me opgekomen. Ik heb het probleem pas gezien, merkwaardigerwijze, in Linggadjati. Tijdens de besprekingen ben ik eens een keer met de huidige ter dood veroordeelde, maar begenadigde en nu een levenslange gevangenisstraf uitzittende, latere minister van Buitenlandse Zaken, Subandrio, wezen zwemmen. En wezen zwemmen met z'n tweeën in een bergmeertje boven Linggadjati. En ik herinner me nog dat ik toen bij mezelf, en dat was dus eind 46, ineens dacht, verrek, dat is nou de eerste keer dat ik met een Indonesiër ga zwemmen. En eigenlijk toen een soort van schok kreeg daardoor. Terwijl ik zeker weet... dat als in de jaren 30 daar ook allemaal Indonesiërs in die zwembaden waren geweest... ik geen ogenblik over gedacht zou hebben... hé, wat doen die kerels hier? Integendeel. Dus zozeer wordt een mens het slachtoffer van een situatie waarin... nou, ik wil dat woord situatie vermelden, dat vind ik zo'n maatschappelijke werkersterm... van een omstandigheid, een maatschappelijke omstandigheid... waarin hij verkeert, die hij gewoon vindt. Toen u voor de oorlog... daar in Indië zat. Hè? Heeft u toen ooit iets bemerkt van nationalisme? Van nationalisme niet. Ik herinner me voor de oorlog één geval van een Ratu Adil, een beweging. En dit was dus ver voor de oorlog. In, ik meen in 24. Dat toen van Bantam uit een groep op wilde trekken naar buitenzorg om daar de gouverneur-generaal van de troon te stoten om een eigen koning, dat is een raad toe. Hè? En toen kwamen dus ja, mensen, opgesweepte mensen, hè? Fanatiekelingen, hè? Met islamitische gebeden, trokken door de Sawa op en die werden opgehouden door de politie of door de regen en gearresteerd en neergeschoten. Hè? En dan in 36 of, hebben we in Oost-Java een kleine communistische beweging gehad. Hè? Die ook gouden kop werd ingedrukt zonder bloedvergieten. Hoor. Dat werden arrestaties verricht, hè? Maar verder nooit iets. De mensen op de onderneming. Die spraken nooit over politiek. Hè? En ook niet over de onafhankelijkheid? Nee, nooit. Absoluut niet. Hè? Ik geloof dat ze het zelf niet eens wisten wat dat was.
Nee. En hoe dacht u daar zelf toen over? Dacht u dat dat reëel was of dacht u er verder ook niet over? Had u het idee dat... Ik dacht dat wij dit moesten vasthouden, de verhoudingen zoals die bestonden. Ik bedoel, de koloniale verhoudingen, Den Haag geregeerd en die maakt het wel uit hoe dat in de hoogste regio moet gebeuren. Hè? Maar had u toen voor de oorlog dan de indruk dat het allemaal wel zou blijven zoals het was? Ik heb er voor de oorlog waarschijnlijk nooit diep over nagedacht, maar als me dat nu gevraagd wordt, zou ik zeggen ja. Ik dacht dat het wel zo zou blijven. Dat het goed was, hè? Dat iedereen tevreden was. Tevreden, de mensen waren tevreden en dat was duidelijk merkbaar. Ik heb nooit wat anders gemerkt van ontevredenheid. Maar toch waren in de grote steden al grote nationalistische organisaties. Ja. En mensen wilden onafhankelijkheid. Ja. Nou, dat weet ik niet eens, of ze die onafhankelijkheid, dat heb ik nooit eigenlijk zo duidelijk toch naar voren zien komen. Mm-hmm. Tenminste... In Indië heeft de gemiddelde Nederlander geen weet van nationalistische gevoelens, omdat het gezag de nationalisten zoveel mogelijk inrekent. In 1927 richt Sukarno de Partij Nationaal Indonesië op. Geen samenwerking met het Hollandse bewind is zijn leus. Geen lidmaatschap van het schijnparlement in de Volksraad. Vanaf 1929 tot de komst van de Japanners zit hij bijna constant in Nederlandse gevangenkampen. Zijn partij blijft illegaal. Mohamad Hatta komt als Indonesisch student in Rotterdam al in moeilijkheden vanwege zijn nationalistische uitspraken. Terug in zijn geboorteland wordt hij bijna meteen gearresteerd. Tot de komst van de Japanners is hij een Nederlandse gevangene, onder andere in Bovendigul. Het Nederlandse gezag, belichaamd in de gouverneur-generaal, houdt de winter schijnbaar moeiteloos onder. De 100 miljoen missen dan ook wat de 40.000 hebben, de sleutelposities van de macht. Waarom is er in die 30 jaren, toen die economische depressie hier zo groot was, eigenlijk nooit een nationalistische opstand ontstaan? Het is praktisch onmogelijk. Hè? Omdat we hadden geen wapens en de politie, de geheime politie, was zo sterk. Hè? Die PID was zo sterk. Enkele kleine onrusten, hè? En weten ze al. Hè? En trouwens, we hadden die ervaring van 1926. Hè? De communisten opstand. En toen dus de communisten begonnen met die opstand van 1926, toen werden ze ook lam geslagen. En dat is ons nog
nagebleven. En dan heeft hij natuurlijk in 1933 die muiterij van die 7 provincies, wordt ook gebombardeerd, hè, vanuit de lucht. Hè. Nou, toen was het uit. Niemand durft. Hè. Dus de nationale beweging tracht zich dus te accommoderen. Hè. En dat is eigenlijk wat de Hollanders wilden, om ze dus tot een moderatere en meer coöperatieve beweging van te maken. Ja. Wat hem ook is gelukt. Maar was die nationalistische beweging geen massabeweging toen? Jawel, het was een massabeweging. Maar die massabeweging, die massa was zo hulpeloos. Hè? Omdat zodra u maar komt in de verschillende desa's om te organiseren, dan is daar natuurlijk al het bestuur, het binnenlands bestuur, met zijn politie en met zijn geheime politie, om dat dus te voorkomen. Dus het was eigenlijk een soort politiestaat? Oh ja. Ontegenzeggelijk, het was een politiestaat. Ik kan vertellen bijvoorbeeld in de jaren 37, 38, 39, toen ik dus ook nog actief was in die Indonesische jeugdbeweging. Als ik dus in een kleine stad kom om een vergadering te houden, dan moet ik me melden. Bij de politie moet ik vergunning vragen. En dan is er een afspraak dat op die vergadering geen politiek mag worden besproken. En nu begrijpt u, wat is politiek? Het is zo moeilijk, hè, de grenzen. Hè? Nou, ik heb meegemaakt dat bijvoorbeeld een vergadering Mojokerto. Mojokerto is een klein plaatsje, misschien zo groot als Gorsels in Nederland. Daar. Ik ken toevallig omdat ik net daar ben geweest. Nou, een klein plaatsje. Nou, daar waren alleen maar 20, 30 jongens gekomen op die vergadering. En ik heb toen gesproken over bijvoorbeeld, ja kijk, dat wij dus eigenlijk graag meer onderwijs willen hebben, dat deze jongeren toch meer betere onderwijs gaan krijgen. En dat is politiek, hè? Dus de politie die gaat dan op de tafel met zijn pijp zo, gaat hij dan even waarschuwing geven, eenmaal zeg hij zo. Nou, toen ga ik verder en ik ga vertellen over de Volksraad, wat ik geleerd heb op de HBS. Kijk, die volksraad is eigenlijk, ze spreken wel van een zekere volksraad, maar eigenlijk is het niet het volk. En dat is ook de kritiek van de Nederlandse kant. Weer tweede waarschuwing. En toen komt de derde waarschuwing. Ik had het over, geloof ik, over een boek, hè, wat ik gelezen heb. Dat was, geloof ik, Max Havelaar van Multatuli. De derde waarschuwing en meteen ontbonden. Dus als u 3 maal... een waarschuwing heb, is die vergadering ontbonden en dan moet ik de volgende dag dus naar de politie gaan, hè, om word je verhoord. Nou, dat is toch wel een politiestaat. En ik was, op dat ogenblik was ik particulier onderwijzer. Ik moet mijn brood verdienen. Nou ja, ik was toen nog ongetrouwd, dus maar toch moet je toch wel wat verdienen van gewoon als onderwijzer te spelen. In mei 1940 wordt het minuscule grondgebied aan de Noordzee onder de voet gelopen door de Duitsers. Indië staat alleen. In de Volksraad bieden vooruitziende nationalisten hun diensten aan om de antidemocratische krachten in de wereld te bestrijden. Maar het verzoek om een eigen militie ter verdediging van het eigen land wordt afgewezen. Batavia heeft geen boodschap aan Indonesische solidariteit die misschien op een dag beloond moet worden. De gouverneur-generaal beschouwt zijn onderpand als een onaantastbaar blank bolwerk in een minder superieur werelddeel. Sommige Indonesiërs hebben in mei 1940 een ander beeld van de naaste toekomst. Meneer Simatupang, u wordt beschouwd als een van de grondleggers van de TNI, het Indonesische leger. Waar heeft u die handgrepen destijds geleerd? Ik was op de Koninklijke Militaire Academie in Bandung voor 2 jaar. Maar het is natuurlijk zo dat men niet op een Koninklijke Academie
kan leren hoe men een leger in een revolutionaire situatie kan opbouwen. Dat heb ik later wel min of meer via lectuur doorgedacht tijdens de Japanse bezetting. U was toen al nationalist toen u naar die academie ging? Ja, ik kan dat zeer positief beamen. Ik kan zelf in het algemeen zeggen dat mijn generatie was al nationalist. U weet dat in 1928 de eed van eenheid was afgelegd. En eigenlijk was het zo dat praktisch de hele generatie daarna, nou ja, wat daarop volgde, voelde zich nationalist. Was het niet vreemd voor een nationalist om naar het KNIL te gaan eigenlijk? Niet direct. Ik bedoel, het was ook natuurlijk niet direct het gewone KNIL. U weet dat tijdens de nationale beweging een van de problemen waarvoor men stond was, en natuurlijk in wezen hoe men uiteindelijk een strijdmacht kan opbouwen, maar onder het Nederlandse Indische gezag is natuurlijk een van de sleutels daartoe deelname in de opbouw van de defensie van Indonesië, Nederlands-Indië toen ter tijd. En misschien herinnert zich dat een paar keer in de nationale beweging pogingen waren gedaan om een inheemse militie eigenlijk tot stand te brengen, wat dan natuurlijk inhoudt een deelname ook niet alleen in het verband van soldaten, maar ook natuurlijk deelname in de leiding van de defensie. Het is hoogstwaarschijnlijk in het verband hiermee dat mensen zoals ik, en daartoe behoort ook generaal Nasution, die één klas met mij zat, en anderen, toch voelden dat de gelegenheid om op de militaire academie te komen in 1940 in verband kan worden gebracht met de toekomst van Indonesië, met de toekomst van de opbouw van een strijdmacht voor Indonesië. Maar het Nederlandse koloniale regime hier gebruikt het KNIL toch altijd ter onderdrukking van opstanden en noem maar op? Zeker, maar in 1940 was de situatie anders. De Japanners stonden voor de deur en het was duidelijk dat het Nederlandse Indische gezag, als het zich wilde verdedigen tegen de Japanners, dan moet het een beroep doen op de Indonesiërs. En dat was duidelijk voor de Indonesiërs, dat was hun kans. Dus onze deelname eigenlijk in de Koninklijke Militaire Academie was niet zozeer in het verband met het oude KNIL, als wel in verband met het perspectief dat toch Indonesië op de een of andere manier zeer deel zal moeten nemen aan de defensie van Indonesië. Eén man is er die in Indië bij herhaling waarschuwt voor de Japanse dreiging. Het is admiraal Helvrich, die er nadrukkelijk op wijst hoe Indochina de springplank naar Singapore zal zijn en dat nu het ogenblik gekomen is om zelf aan te vallen. Maar het is Japan dat toeslaat. 8 december 1941, Pearl Harbor. Het is het Nederlandse Koninkrijk dat als eerste der geallieerde landen bij monden van een gouverneur-generaal Japan de oorlog verklaart. De marine ligt al klaar in vijandelijke wateren rondom Indochina. Is pas 4 dagen aan de gang of al 6 Japanse transportschepen zijn naar de kelder gejaagd, getroffen door Nederlandse torpedo's. Aldoor is onze kleine macht in de aanval en brengt klappen toe aan de vijand. Het is niet voor niets dat Helvrich de naam krijgt van Shippede Helvrich. Maar de overmacht is groot, te groot. In de Javazee komt het tot een uiteindelijk treffen. Een klein geallieerd eskader neemt de strijd op tegen een geweldige vijandelijke vloot. Thank you.
fel, maar eervol. De Java en de Ruiter gaan vechtende ten onder. De Japanners beheersen nu de zee en zij kunnen hun troepen aan land zetten waar ze willen. Zo valt ook het bastion van Oost-Indië, Java, en trekken de Japanse troepen Batavia en Surabaya binnen. Over Oost-Indië legt zich een donkere schaduw. Hier is de Nierom te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. De blanken die onaantastbaar leken en die de Indonesiërs geen plaats toevertrouwden in hun verdedigingsapparaat, buigen het hoofd voor Aziaten door wie ze zijn overwonnen. De vanzelfsprekendheid van hun prestige zal nooit meer terugkeren. Het leger, wat dus gecentraliseerd was, hè, daar in Malang, was absoluut, maar dan ook absoluut volledig gedemoraliseerd. Hè. Volkomen in elkaar geklapt, hè. Nergens meer zin in. Hè. Je had het verloren. Hè. We moeten maar zien wat er van komt. Hè. Maar weinig hoop. Hè. Heel weinig hoop. Hè. Een grote rotzooi. Je bent belazerd. Hè. We hadden geen bewapening. Hè. Dus een hoop kritiek eigenlijk. Hè. Deze teleurgestelde krijgsgevangenen. Op die dag overleed het KNIL. Ik zei bloedeloos en eerloos. Ja, wij waren natuurlijk pijnlijk verrast, hè, dat de Nederlands-Indische verdediging, die was dus als een kaartenhuis in elkaar gestort. Hebben ze niet goed gevochten volgens u? Nou, ik denk dat ze nooit hebben gevochten. Hè. Dus je kunt ze niet eens zeggen goed of slecht. Ik herinner mijzelf nog bijzonder goed dat ik met een groep andere krijgsgevangen officieren, beroepsofficieren, reserveofficieren, weg werd gemarcheerd door de Jappen in de buurt van Chimay, dat is een garnizoensplaats bij Banden in de buurt. Dat ik, terwijl we langs de weg marcheerden, weggemarcheerd werden, een paar Tani's, een paar boeren, landbouwers, op hun sawa aan het werk zag, die op nog omkeken. En dat mij toen ineens duidelijk werd een wetenschappelijk probleem waar ik krachtens mijn vak me vroeger wel eens het hoofd over had gebroken. Hoe was het mogelijk dat Alexander de Grote, en dan ben ik dus een eind uit de buurt in de tijd, niet eens zo ver uit de buurt geografisch, dat Alexander de Grote na één of twee nederlagen dat hele Perzische Rijk ineens zag starten en dat bezetten kon. En toen werd het mij ineens duidelijk dat dat deel van het Perzische Rijk dat gekoloniseerd werd door de Perzen, dat daar helemaal geen sprake was van een nationaal verzet, dat er alleen maar sprake was van het verzet van een leger. En toen dat leger verslagen was, dat dan die massa, die weerloze massa, eenvoudig van de ene hand in de andere overging. En zo is het, naar mijn gevoelen, toen met de Indonesiërs ook geweest. En ik geloof ook dat ze toen terecht het gevoel hebben gekregen, geleidelijk aan, juist meer de leidinggevende groepen, dat nooit weer. Wij moeten nooit meer alleen maar passief object kunnen zijn. Kijk, onder mijn kameraden waren er die gewoon dachten, ja, nu is het 8 maart 1942 geweest, maar
in het jaar X. Nou ja, dan gaan we gewoon verder alsof het 9 maart 42 was en er verandert er niks. Dan kan echt zeggen dat ik dat van de allereerste dag heb gezegd. Jij ziet die wereld nooit van je leven meer terug. Maart 1942. De Japanners nemen het herenmeesterschap in Indië over van de vroegere kolonisten. Het gebeurt grondig. Onze mannen worden afgevoerd naar plekken buiten de archipel. De vrouwen en kinderen geconcentreerd in afgezonderde kampen op Java en Sumatra. Binnen een paar maanden is de blanke samenleving radicaal van het Indonesische toneel verdwenen. Wat voor indruk maakte dat op het volk, die onvoorwaardelijke overgave? Hadden de Nederlanders afgedaan op dat moment? Ja, kijk, je moet natuurlijk wel verschil maken tussen het gewone volk en het intellectueel gedeelte. Ja. Het gewone volk die wist natuurlijk van niks. Die geloofde hoogstens in die Choyoboyo-voorspelling. Dat eens in de geschiedenis van Java de Javanen weer vrij zullen worden, maar via een onderdrukking van een volk van geelhuiden. En dat zijn dus die kleine geelhuiden, de Jakukate, de kleine hanen. Zo. En toen dus die Japanners kwamen, toen dacht ik, klopt, hè, volgens de Choyoboyo. En dit zal duren tot de groei van een jagungplant, een maïsplant. En dat klopt natuurlijk niet, want na 3,5 maand, de jagungplant groeit alleen tot 3,5 maand, bleven de Japanners nog. Dus toen kwam natuurlijk ook een zekere suspicion, een zekere ontgoocheling tegenover de Japanners. Trouwens, de Japanners hebben ook een fout begaan, een psychologische fout. Eerst was het goed, dat was dus toen ze Java bestormden, toen ging de radio Indonesia Raya zingen, ons volkslied. En toen wordt overal gezegd, je mag je rood-witte vlag gaan hijsen. Nou, en toen dus de Japanners kwamen, kwamen ze ook overal vlaggen verspreiden, die Japanse troepen. Vlaggen, Japanse vlag, de rode pol met een witte achtergrond en ons rood-witte vlag. En dan zeggen ze, sama warna, sama bangsa. Kintanana aku berdiri bagi pandu ibu Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku en ons rood-witte vlag. En dan zeggen ze sama warna, sama bangsa. Gelijke kleuren, gelijke broeders. Hè? Zo. Maar na een week, toen zij dus de zaak in handen hebben, toen kwam de eerste verordening. Geen Indonesia Raya meer en geen rood-witte vlaggen meer. Dus alleen die Japanse vlag en de Kimigayo. Kimigayo is de Japanse volkslied. Die mag gezongen. Brengt natuurlijk ontgoocheling. Hè? Op zijn minst, de mensen beginnen dus een beetje te wantrouwen, de Japanners. En zo ging het door. Dus toen de Japanners in de eerste 5 maanden hier waren, hebben ze geprobeerd om de nationalisten, om die zo'n beetje mee te laten gaan. Lukt niet, omdat ze dus eigenlijk tweede, derde rangs quislings hebben gebruikt. Dus ze hebben mensen, u weet, bij elke agressie, bij elke occupatie. Dan komen altijd fraaiers, mussards geloof ik in Holland, ook hier ook. Dan komen ze tevoorschijn. De Japanners gebruiken dat, maar het lukt niet. Niemand wil. En toen hebben ze in de gaten, ik weet niet wie hun dat ingefluisterd heeft. Ze moesten Sukarno en Hatta hebben. En die hebben ze dus gehaald uit
de verbanning, dat was dus medio 42. En toen kwam dus Sukarno Hatta op de voorgrond. En toen kwam dus eigenlijk tussen die Japanse militarisme en onze nationale beweging een give and take. Wij willen militaire training. Wij willen zekerheid hebben dat wij vrij zijn. Dus wij vragen de vlag en het lied. De Japanners willen graag onze rijst hebben. De Japanners willen graag onze romushas. Romushas zijn die verplichte arbeiders. Nou, dus een soort give and take. Het is een harde tijd geweest. Maar deze mensen hebben toch geprobeerd om te accommoderen met Japan. Maar een andere groep die gaat ondergrond. Vanaf 1942 is Indië een door Japanners bezet eilandenrijk waarvan Hollanders geen weet meer hebben. Een witte plek op de kaart van onze geschiedenis. Die van de Indonesiërs gaat haar eigen gang. Marilah kami menyerahkan padi. Kami, kaum tani, harus sebanyak mungkin menyerahkan padi untuk menjalankan kewajiban kami di masa perang ini. Momi wo kyoushitsu itashimashou. Momi no kyoushitsu undou ni kotaeru jaa nomin wa dekiru dake takusan no momi wo dashite kono sensou no oyaku ni tatsu no da to issho kenmei desu. Bapak tani sekalian, kita bergirang hati sekali. Yang semua saudara-saudara tani sudah bawa ini padi ke dalam pabrik. Maka itu mulai ini harilah semua padi yang ada di mana kita punya desa, sesudahnya kita pakai sendiri, selainnya kita lekas kirim ke pabrik. Sebab kalau padi kita bawa ke pabrik, berarti kita menyokong kepada pemerintah. Sekarang kita punya barisan pembela tanah air sudah beribu-ribu. Jika kita di barisan belakang tidak bekerja buat tani dengan sepenuh-penuhnya, sudah tentu nanti kita punya makanan tidak cukup. Maka itu sekaranglah kita berjuang dengan keras dan bersemangat. Kita bekerja buat kita punya sawah-sawah, supaya itu sawah bisa banyak mengeluarin padi. Dan lekas kirim ke pabrik supaya bisa digiling dan dibagi-bagi oleh pemerintah. Sebab kalau kita punya bala tentara, pembela tanah kita punya musuh, Inggris, Amerika, dan Belanda. Omzichtig en met het eigen profijt voor ogen doen de Japanners wat de Nederlanders altijd geweigerd hebben. Ze benoemen Indonesiërs op bestuursposten. Ze zoeken samenwerking met nationalisten. Als militaire bezetters uiteraard. Maar wat ze bezet hebben is niet een soevereine natie. Het is een voormalige kolonie. De Nederlanders hebben altijd gezegd, ja, dat duo Sukarno-Hatta, daar willen we niks mee te maken hebben. Want dat zijn Japanse collaborateurs. Hm. Hoe zat het precies? Ja, toen Japan Indonesia aanviel, zat ik in Bananera. Dat is 6 jaar. In Bananera heb ik 6 jaar gezeten als bandeling. Nou, toen kwam telegram uit Jakarta dat hij overgebracht moest worden naar Sukabumi. Dus Bananera was op plaats van Bananera naar Sukabumi. En zo bleef ik Sukabumi wachten. Toen op 21 maart kwam daar een zeker kolonel Ogura, heet hij. Japaner. Japaner. Ging naar de kabupaten, logeerde natuurlijk bij de regent en vroeg mij te spreken. Toen de regent schreef mij een brief dat de kolonel Ogura mij graag wou spreken. En toen ik hem of ik hem die middag, dat was een zaterdag, die middag wil komen. Nou, ik kwam naar hem toe, tegen 5 uur, volgens afspraak. En heeft hij gezegd, ja,
Ik ben gestuurd door de militair bestuur. De militair bestuur om u te brengen naar Jakarta voor een conferentie. Nou, toen werd ik gevraagd naar Jakarta. En wordt ontvangen door kolonel Nakamura, Nakayana, een kolonel. Ja. Nou, zei je, ja, wat goed met mij? Ze vragen alle leden hoe is het met mij goed. Ja, voorlopig goed. En wat wilden ze van u? Ik zei ja, we willen met u spreken houden, maar niet nu, later maar over een paar dagen. Maar voorlopig bent u hier ons gast. Onze gast. Dan hebben we voor u kamers gereserveerd in Hotel de Zen. We zijn nu niet meer Hotel de Zen. Maar toen was het mooiste hotel in Jakarta. Nou, zei, nee, ik hoef niet naar Hotel de Zen te logeren. Ik heb hier familie. Nou, u bent onze gast. Dus wij moeten voor u verblijfplaats zorgen. Nou, alleen één ding moeten weten. Er is een verbod van nachtrijden. Van 6 avonds tot 6 morgens. Maar we zullen u een auto wat plaatsen en een teken blijven dat u 's avonds mag rijden. En zo krijg ik een auto. En kijk naar Hotel de Zen. En toen, tegen de ongeveer 3 dagen daarna, 4 misschien, 4 dagen daarna, een conferentie gehouden in Gambier. Dat is het huis van een vroeger oud-president van Java's Bank. We wonen daar. Maar toen gebruikt door generaal Spoor heeft daar gewoond. En wat werd u toen gevraagd? Toen gevraagd eerst over mijn ervaringen, over of wij in Nederlandse en Japanse dienst wil werken. Of u ambtenaar wilde worden? Ambtenaar wil ik geweigerd. Ik wil geen ambtenaar worden. Ik wil alleen ambtenaar worden als Indonesië vrijkom. Maar toen heb ik gevraagd, ja, wat wil Japan hier doen? Wil Japan hier Indonesië koloniseren of niet? Nee, dat kan Indonesië, we willen niet Indonesië koloniseren, maar wel Indonesië vrijmaken. Dat geeft een eer van soldaten. Dus hij beloofde u dat min of meer, als ja, hij beloofde soldaat? Ja, dus ik kan dat vasthouden. Dus goed, we zullen piekeren zijn. Maar ambtenaar wil ik worden. Maar laat even gezegd, ja, wilt u maar een adviseur van de Japanse regering? Nou, dat wil ik aannemen, op één voorwaarde. Dat mijn kantoor geen enkel Japaner zit. Dat ik dan de chef ben van dat kantoor. Dus ik moet geen baas zijn, geen Japanse baas of geen Japanse onderdaan. Ambtenaar. Dus ik ben chef van mijn kantoor. Dus als ambtenaar, als adviseur heb ik dat nodig. Ik moet u vrij advies geven. Dat heeft u goed genomen. Tanggal 17 bulan 7 tahun 2603, datanglah Perdana Menteri Tojo di Jawa dalam suasana gembira. Waktu itu makin hari makin majulah usaha pembangunan Jawa Baru. Hati kita pun gembira kerana mendengar bahwa penduduk tanah Jawa dapat mengambil bagian pemerintahan dalam negeri. Percaya bahwa dengan ikutnya orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negeri, rakyat akan memperbanyak tenaganya untuk menyiapkan segala alat yang perlu untuk meruntuhkan kekuasaan Inggris dan Amerika dan Belanda. De onwaarschijnlijke broederschap van Indonesiërs en Japanners dient uiteenlopende doelen en de partijen weten dat van elkaar. Tojo wil een oorlog winnen. Sukarno de onafhankelijkheid. Ieder heeft er het zijne voor over. Indonesië moet arbeidskrachten leveren, voedsel afstaan, zich gedragen naar het voorbeeld van de bezetters.
Maar geen oorlog duurt eeuwig. En Indonesiërs marcheren alvast, wat vroeger nooit mocht. De Japanners voeden de illusie dat de mars naar de vrijheid leidt. Kon u wat met de Japanners opschieten? Ja, tot op zekere hoogte uiterlijk moet je dat doen. Ja, het kon niet anders, want het is met een bezettingsleger waren nogal strenge maatregelen. Maar wat betreft de strijd natuurlijk niet. Daarom heb ik nooit bij hun gewerkt. Maar ik was in de jeugdbeweging. Het kon niet anders, want het is onze toekomst, hoop. En we moesten hen ook militaire training geven. Ik was ook militair getraind door hen, 3 maanden. Oh ja? Ik kreeg ook, was kaal geschoren. De meeste collega's zijn ook generaals geworden van toen. Ja. En daar was 1 voordeel, wel dat ze zeggen dat ik een gewezen Hollands officier was. Ik was het nog niet, ik was Vaandrig. Dat er een zeker respect voor was. Want ik was, kan ik zeggen, de enigste in mijn klas die nooit een klap heeft gekregen. Dat hebben de anderen wel. Maar het was een harde opleiding. Toen generaal Tojo als prime minister kwam, moesten we als erewacht voor hem doen bij de airport. Onze training was in Polonia. En we moeten in looppas tot het paleis gaan. Ja, dat is echt Japanse training en zingende. Dus dat was heel wat. Welk lied moest u zingen dan? Dat was Japans lied, ja. Een Japans militair lied. Dat heet Banda no Aira, ik herinner me nog. Ja. Kwam er nog wat van terecht, onder het lopen? Ja, dat is natuurlijk met de Japaner erbij, al rennende. Ja, dat was inderdaad een harde training. Hm. Ja. Maar een andere keer was het moeilijker. Ze kwamen inspecteren om de alun-alun in Bandung, dat was een gepensioneerd generaal, de resident zelf. Dus ik had de erewacht gezegd, Indonesische commando's worden, ja. Dus niet op zijn Japans, Chotskets, dat is geef 8. Maar bij ons het bersiap, ja. Dus al die commando's waren Indonesisch. Die generaal was boos. En hij liep niet voor de erewacht, maar hij liep achter de erewacht. En toen de oefeningen begonnen, alles in het Indonesisch, dus ze konden niet volgen. Nou, was hij nou toch nog bozer, maar hij hield zich goed. Maar daarna werd ik door de burgemeester geroepen. Hij pakte me bij de kraag hier en zei, je bent jong, ik kan je hart voelen. Voor mij is het zwaar. Nou, van dat moment hield ik ook op in de jeugdleider te zitten, dus tegelijk, ik stopte ermee. Oh ja? Ja. Maar later kwam een andere organisatie, de Plopor. Daar ben ik bataljonscommandant van geworden. Wat is Plopor? Dat was in de tijd toen de vrijheid al beloofd werd door de Japanners officieel. 44? Ja, ja. En toen Bung Karno mocht al voorbereidingen treffen, dus we hadden de Plopor toen. En Bung Karno was toen de topleider van dit alles. Ik was commandant in Bandung. Dus dat was al vrijer. En was dat ook een militaire organisatie? Precies, als vroeger alleen de naam, is natuurlijk anders. Ja. Blauwer betekent voorgarde, ja. Ja, voorhoede. Ja. Oh, ja. Ja. Maar we waren toen al vrijer, ja. Dus dat was al helemaal Indonesisch, zonder Japanners erin. Ja. Ja. Pemuda-pemuda bangsa Indonesia, sekarang sudah berbangkit dan telah sadar akan panggilan zaman. Mereka bersemboyan. Tanah air kita, kita harus pertahankan dengan tenaga kita sendiri. Gambar ini mempertunjukkan pemandangan di tempat ujian pemuda-pemuda Indonesia yang melamar untuk menjadi ofisir dalam tentara pembela tanah air di Bogor. Pelamar-pelamar ini terdiri dari umur 21 sampai 50 tahun dan diantaranya terdapat beberapa orang sonco dan guru-guru sekolah. Pada hari tersebut, Paduka Yang Mulia Saeko Sikang berkenan mengunjungi tempat pelamar-pelamar itu dan memberikan beberapa nasihat untuk menguatkan dan memperteguh semangat mereka. Lamarlah untuk menjadi anggota tentara pembela tanah air. Kita harus menyerahkan diri kita untuk membela tanah air kita sendiri. Zonder Hollanders in de buurt om ze te helpen opvoeden tot zelfstandigheid, zoeken de bewuste nationalisten in Indonesië moeizaam laverend hun eigen koers. Onderling aanvankelijk verdeeld en onzeker over de vraag aan welke kant van de nieuwe machtsverhouding in de wereld ze straks moeten uitkomen. Wij in Oost-Java, vooral die jongeren die dus tegen de Japanners waren en toch
af en toe semi-illegaal moeten samenwerken. Dus wij moeten zorgen dat wij... Er is een groep weer die totaal illegaal zijn. Een kleine groep semi-illegaal. Nou, ik als leider moet ik dus altijd af en toe onderduiken, weer opduiken en zo. Nou, dan is er een groep in Oost-Java die denken... wij moeten toch eens met Sukarno en Hatta afrekenen. En eerlijk gezegd, we hadden hun ook op de zwarte lijst, hè? Op onze zwarte lijst. Oh, ja. We dachten dus later, als dus de geallieerde troepen winnen, en wij geloven in hun overwinning, dan, en wij geloven niet alleen in een overwinning, maar ook wij geloofden in de Atlantic Charter, hè? De belofte voor de right of self-determination, dan willen wij naar voren gaan. En vragen, eisen, waar is die zelfverdediging? En intussen, Sukarno en Hatta zo'n beetje voor een nationale gerecht brengen. Als collaborateur. En misschien ook als war criminal. Nou, we waren nogal... Ik was toen 29 jaar. 27, 28, 39 jaar. En mijn groep was 25 jaar, 20 jaar. Dus u kent die... opbruisende jongelui. Maar toen kwam in 1945 een reden vanuit Australië, van de Nederlands-Indische Civil Administration, de NICA, die zou terugkomen. En die zegt toen, ja, als wij straks bevrijden, dan zullen wij Sukarno en Hatta voor het gerecht brengen, voor het geallieerde gerecht vanwege collaborateur en vanwege war criminal. Dan begonnen we natuurlijk even verder na te denken. Is dit wel juist? Want, kijk, dat is onze zaak, niet de geallieerde zaak. Ja. En toen hebben we later maar gezegd, gaat niet door. Hè. Wij willen wel even kijken. En vooral toen Sukarno en Hatta bleek dat ze die proclamatie toch hebben geproclameerd. Hè. Ondanks de tegenstand en, van de Japanners. Hè. De Japanners trachten te verhinderen. Ja. Nou. Toen heeft u maar van de zwarte lijst afgevoerd. Ja, en trouwens, het gaat ook om krachten. Hè? Toen zien we ook de appeal van Sukarno en Hatta blijkt veel groter te zijn dan dat kleine groepje daar in Surabaya. Maar toch zijn we nog altijd kritisch. Hè? Je moet goed begrijpen, die jongelui is overal kritisch. Ze aanvaarden de leiderschap, maar ze willen ook altijd wat meezeggen. Als de Japanners in augustus 1945 hebben gecapituleerd, zijn er geen feitelijke overheersers meer in Indonesië. De geallieerden kunnen niet zo snel troepen sturen. De Hollandse meesters van weleer zitten nog ver weg in kampen. De Indonesiërs hebben voorlopig het Rijk alleen. De verwarring in het door de bezetting uitgeputte land is groot. De nationalistische leiders hebben geen gelijkgericht beeld van wat er op korte termijn moet gebeuren. In dat gezagsvacuüm ageert de jeugd die geen verleden heeft en de toekomst afdwingt van Sukarno en Hatta. Toch hè? Dat is dit doen. De jongelui wil altijd vanavond nog de onafhankelijke verklaring laten voorlezen. Vraag hem maar. Een van de lui die nooit met Japan hebben samengewerkt, die onafhankelijk tot nu toe. Laat hem voorlezen en wij zullen achter hen staan. Nou, toen gaan we naar buiten. Dus zei Sukarno en de jongelui, kijk, we hebben dit al beslist. Zoek maar één van jullie die nooit met Japan hebben samengewerkt en laat hem dat voorlezen. Wij zullen achter hen staan. Maar de jongelui niet. Nee, ze willen altijd Sukarno weer hebben. Toen weigerde ik, ik doe het niet. Morgen gaan we vergaderen om de onafhankelijke verklaring voor te lezen. We hebben de tekst al lang bepaald. Dus alleen voorlezen morgen. Maar de jongen niet. En toen ging, nou, als je niet wil, ga maar naar huis. Gaan we uit elkaar. We hoeven niet verder te praten. We moeten nog gaan slapen. Het is vaste maand die tijd. Ik ging ook naar huis. En toen tegen de ochtend. Tegen de 4 uur, zei, toen kwam Sukarno met andere konuiten.
Jadi ya, mungkin Yunar, rengas tengkrok kan. Berapa? Ya, onak wat vertekeren te, de regering voor te zetten. Wat voor regering? De regering is nog niet gevormd. Ja, die Indonesische regering, waar is die Indonesische regering? Uit wie bestaat het? We gaan nog over de onafhankelijkheidsverklaring. Dat is nog niet gebeurd. En rengas tengkrok, waar is het? Hij heeft nog niet gezegd, buiten Jakarta. Hij weet niet waarin. Waarin? Hij zei, ja, ik ga maar mee. Dan Sukarno wil niet mee als u niet meegaat. En toen is met Sukarno. En vandaag gingen wij naar Rengas en Klok. En u was toen in feite gevangen, min of meer? Ja, zoiets. Maar vond u dat niet een rare vertoning dan? Ja, een rare vertoning. Dat heb ik gezegd. Ja, nu begint het verlies ik. En toen bent u daar vastgehouden? Ja, in Rengas en Klok. Ja. Nee, ik ging daar naartoe, naar Rengas en Klok. En dan vastgehouden. Eerst, dat is een peta. Dat is een barak. Ja. Peta. En die mochten niet uit? Niet. Nee, daar gewoon. En toen hebben ze een huis van een landheer, Chinese landheer, ontruim. En daar moesten we gaan. Sukarno, met Fatmawati en Guntur. Dat is 8 maanden oud. En ik met ons vieren. Dat is ontruim. Dat voor onze deur staat een jongen met een... Met een bamboe runcing. Speer. Bamboespeer. Als wacht. Moest u niet lachen ook? Ja? Moest u niet lachen ook? Of was u kwaad? Dan moesten we lachen. Eerst aangehouden bij de dan. Toen kwam ook de Asim Wadana van Rengas en Klok. Opgepakt, ook daar gebracht. Blijkbaar boven, dat is hem slaapplaats. Ook daar zitten wij. Met ons, met zo'n plusje. Assis Madana, dus 5 mensen. Hé, hey, ze zijn eens geschrokken dat wij ook daar zijn. Wat gaan de jongeren doen? Ah, ze willen revolutie voeren, zei Sukarno. Lachende zeg. Zomaar zien of het lukt. En toen werd ik gebracht naar het huis van de Chinezen, ontruim. Daar, gewacht tegen 12 uur, heb ik tegen de jongen gezegd, die gewapend was als peer. Laat die man hier komen, die ons hier gebracht. Wees, ze kan niet. Waar is het, hij dan? Ga maar heen, vraag zij maar en laat hij hier komen. En toen kwam hij naar ons toe. Nou, is je revolutie al gelukt? De opmars van de 15.000 mensen naar de stad. Veel berichten dan. Oh, ik ben nog een bericht. Nou, telefoneren naar Jakarta. Nou, hij wachtte, hij kwam niet, hij wachtte. Dat is een uur, kwam hij pas terug, zeggende, ik heb contact gekregen met Jaka. Nou, ik verzeker dat je revolutie al mislukt is. Ach nee, je zou maar wachten. Ja goed, we zullen wachten, maar het is een verloren zaak. En zo zijn we te praten. En toen kwam Subarjo om ons terug te brengen naar Jakarta. Ja. Nou, Sukarno is mededeling. Dan heb ik gezegd, voor mij, de dag is voorbij, ik kan hier wel gaan rusten. Het is al 's avonds, 7 uur. Ach, wat mag hij protesteren? Kan niet. Guntur heeft geen melk meer. Want zijn voorraad voor Guntur is wat toen overging naar een andere auto. Weggebracht door de chauffeur terug naar huis. Ja, toen, ze gaan nou waarvoor, gaan we terug. Zo gaan we terug gaan. Toen zagen we onderweg, de bevolking was bezig riet te verbranden. Toen zei ze, oh daar, het volk begint al de huis om de Chinezen te verbranden. Zo, gaan we terug en daar. Nee, ze dat zijn chauffeur, gaan we eerst onderzoek gaan instellen. Toen zei ik, oh, dat is, de volk is bezig de riet te verbranden, de jerami noemen we dat. Ja. En toen ging ik door naar Jakarta, naar het huis van mij daar. En toen dacht ik, ik wist alles in mij daar. Zo, toen heb ik ons, en ondertussen zijn mensen al aanwezig daar.
de leden van de Panitia Persamban. Ze waren een binnenkamer. Het is het tegenwoordige gebouw van ambassadeur, Engels ambassadeur. Oh, ja. Dat gebouw is het. En toen, na een beetje overleg, zeg maar, wacht maar, wij mensen af. Dan hebben wij, zitten bij elkaar, Sukarno, Sukarni, dan nog één. En ik, met ons vieren, om taks te maken. Dus Sukarno, schrijf jij maar, ik kan beter Indonesisch. Nou, dat heb ik aan hem gezegd, als ik pieker moet, om te herinneren wat de tekst is, dan ga jij maar schrijven. Dan kan ik tegelijk denken en schrijven. Dan schrijf het op. Dan dicteer ik het. U dicteerde en, ja. En Sukarno schreef? Ja, de twee zinnen alleen. Dat hele tekst is een beetje uitgebreid. Dat is volgens twee korte zinnen. Dat betekenis. Het volk Indonesië verklaart hiermee zijn onafhankelijkheid. De overdracht van zaken wordt gedaan in korte tijd en zo best mogelijk. Korter kon het dan niet, hè? Nee. Waarom was het zo kort dan? Wist u niks meer? Dat is genoeg. Gaat er dan nog een verklaring. Ja. Dus voor de imperialisme, zo weer dat de hele tekst voor tevoren voorbereid is, dat is klaar. Het is niet meer nodig allemaal voor te zetten. Dus twee korte zinnen? Ja, ik weet het. En toen de volgende dag, toen is de onafhankelijkheid geproclameerd? Die avond ook. Toen we klaar waren, gingen we naar de middenzaal. Daar zitten ze verzamelen. En toen is elkaar naar het voorgelezen. We werd met applaus ontvangen natuurlijk. En toen hoorden we daar. Hij was in zijn slaapkamer. Toen kwam naar beneden en feliciteerde ons allemaal. En dat was de officiële onafhankelijkheidsverklaring. Ja. En toen ook vastgesteld in die avond, dat de volgende dag om die tijd 10:00 dat voor te dragen in de pagang 56 was elkaar nog woonde. En daar wordt het nogmaals voorgedragen. Daar is die beroemde foto van. Ja. Dan staat hij achter de microfoon in zijn witte pak. Ja. En nu staat er een paar stappen achter. Ja. Wat dacht u toen op dat moment? Ja, gewoon. Het is toch gebeurd. Tevreden? Tevreden. Volk werd het met groot enthousiasme begroet. Het was een ontroerend moment voor de mensen. U kunt zich voorstellen dat mensen die toch altijd in hun hart gedroomd hadden van een vrij Indonesië, plotseling was het daar. En waren mensen die zeiden, nou ja, desnoods duurt het alleen 2-3 dagen, maar we hebben het beleefd. Als
ervaring was het iets wat gedeeld werd door praktisch het hele volk. Organisatorisch was het zo dat nadat het kabinet gevormd was, de ministers de departementen overnamen, gouverneurs werden benoemd en dus het provinciale bestuur was dus een realiteit geworden. Het bestuur op het districtniveau volgde. Eigenlijk was daar geen probleem, want de districtshoofd was altijd al in Indonesië geweest. De politie volgde. Dus dan is het, toen was het eigenlijk zo, de hele apparatuur die koos de zijde van de republiek. En u had niet alleen dus een theoretische republiek, u hebt een de facto republiek. 18e was een zaterdag, ik herinner me heel goed, omdat zaterdag was te laat om in de pers te plaatsen. Dus we hebben pas op de 20e augustus, op maandag, dus de eerste ochtendbladen in Surabaya verspreid. Maar intussen was dus 18 en 19 augustus hebben we direct dus de Angkatan Muda, dat is dus de jeugd, de ondergrondse jeugdbeweging, die kwam dus direct naar boven. En die heeft dus toen direct ook deze proclamatie verder uitgewerkt. En in Surabaya ging het zo dat wij direct, betekent dat voor ons, zonder af te wachten op nadere instructie, wapens van de Japanners te ontnemen. Ik was directeur geneesheer van de Sint-Linuïna ziekenhuis, katholiek ziekenhuis, tevens internist. En ik had het eigenlijk erg druk. Maar ik was op de hoogte van de gebeurtenissen in Indonesië en in Jakarta in bijzonder. Omdat ik altijd couriers had. Ik ben nog altijd een deel van de zogenaamde leiderschap of Indonesië. Zelfs toen ik nog een commissie zat als directeur. En op 17 augustus komen er opeens jonge lui bij? Ja, ongeveer 11 uur 's avonds kwamen 5 jonge lui het hoofd van de politieschool plus zijn assistenten en gewezen PETA-officieren plus vooraanstaande jonge mensen van de streek. Die kwamen me vragen of ik een leider wil zijn. En ik heb toen gezegd, ja, ik ben een dokter. Ik ben niet geschikt waarschijnlijk. En toen eindelijk zei ik, goed, om 4 uur komen jullie maar terug. Om 4 uur kwamen ze terug. Heb ik al besloten met mijn vrouw dat ik het zal doen. En het eerste begin zal zijn dat wij dus zullen proberen de kazerne van de Japanners te omsingelen. Waarom? Ze willen Japanners overtuigen dat zij zijn de baas. Het leek mij erg roekeloos toe, maar eenmaal begonnen ben ik doorgegaan. Dat is eenmaal mijn natuur. Ik ga nooit terug. Ik eenmaal... Hadden ze wel wapens dan? Die wapens van hen waren niet veel zaak. Je hebt bijvoorbeeld jachtgeweren of achterlaatgeweren. Je hebt speren, je hebt kleiwangs, je hebt bamboesperen en je hebt als het ware zelf hele oude musket. Ik was een beetje bang dat het niet loopt, maar ja. Dus om 6 uur hebben ze heel veel al de hele kazerne al omringd. En toen precies om 6 uur zitten ze in de lucht. Tot mijn grote verbazing kwamen de Japanners eruit met een witte vlag. En wij kwamen er met een riem kwamen naar voren en praatten met de kolonel, de boetij. Ik was echt verbaasd omdat Sukabumi was een gevallen staat gegaan in Soeden. Wat willen jullie, zei ze? We willen hebben dat jullie weggaan. Jullie hebben ze overgeven. Dus voordat de galeren hier komen, gaan jullie maar weg. In vrede. En laat ons wapens achter. Ik zei, waarvoor? Jullie kunnen ons niet meer vreden, laat ons zelf verdedigen. Nou, heel gepraat en heel gedebatteerd gingen ze met elkaar blaaslagen 3 uur lang. Eindelijk kwam die kolonel en zei, alright, op één voorwaarde. Geef ons 1 week de tijd, maar jullie zorgen voor ons eten. En dat is bijna mislukt, omdat in die week de jongere heethoofden, wat jullie later vermoeders noemen, die willen de leg geen eten meer geven. Ze voelen zich al geweldig.
Maar sekarang hebat mendesak buat enslah sah partai asal tu. Dia sampai di kolonial kata, ik ben verantwoordelijk voor dit. Van nu af ik, dan heb ik gelukkig hebben ze mij nogal zijn loyale mensen die hebben me geholpen. Hebben reis en eten en vlees en kippen gebracht naar de garnizoen. En ze waren één voor één daar gegaan. En de wapens hebben ze niet achtergelaten in ons handen. Maar gewoon een brief achtergelaten. Je kan die wapen, dit soort wapen heb je in die loods. Dit heb je in die vijver. Had u veel wapens toen? Nou, gekregen. Ja, veel? Voor een half bataljon. Voor een half bataljon? Ja. Dus u was een machtig man in die tijd? Nou, ik geloof erg machtig. Wat was u allemaal toen? Ik was van hoofd van de weerbaar weermacht. Ik was hoofd van de bestuur. Ik leidde de zogenaamde provinciale raad. Ik was algemeen, hoe is dat, voorzitter van alles wat er is. Ja. Iedereen vroeg mijn raad, zelfs de kleinste dingen. Ja. En toevallig waren we absoluut eigenlijk afgescheiden, als het ware. In de praktijk zijn we weg, helemaal weg, ver weg van het centrum. Oh ja? Er was geen, helemaal, soms helemaal geen verbinding. Met Jokja niet? Helemaal niet. Dus het is eigenlijk een kwestie van, ik, if ik had gewild, kon ik een warlord worden. Oh ja? Ja. Maar ik ben een nationalist. Ja. Ik heb een principe, dat is mijn land en ik wil de centrale regering. En dan moet ik dus die leiders, als het ware, behoeden voor moeilijke dingen in de verafliggende derde. Maar gedroeg u zich een beetje als een warlord? Nee, nee. Maar Nasution, die heeft toch op een goede dag geprobeerd? Nou, Nasution is geen warlord. Hij is gewoon... Nee, maar hij probeerde u toch te pakken? Ja, ja. Ik was een beetje te machtig voor hem. Oh ja? Of ik. Tenminste, dat blijkt uit dat hij op een dag 5 militaire politie officieren naar mij toestuurde. Onder leiding van een Hasim Ning, die is nog een neef van Hatta. En zei, ik moest meegaan naar Garut. Naar de commandant, omdat de commandant dacht dat ik een beetje te ver ging. Nou, dat weet ik niet meer. Zo. Toen zei ze, nou, je kunt mee met geweld of met je eigen wil. Ik zei, ik doe niet. Nou, dan doe ik met geweld. Toen zei ik, kijk even door de ruiten naar buiten. Toen zei hij dat, mijn mensen waren al in stelling. De liquid is dat de dag dat hij Bandung verliet, werd al geschaduwd door mijn mensen, totdat hij bij mij thuis kwam. En ze kwamen thuis, dus keken naar buiten, zagen daar die krimmige zitten met een metalleer en een stangen in de hand, en vinden ze niet leuk. Toen zei ik, kijk, wil je leven of dood naar deze woning gaan? Nou, we bedoelen niet zwaar, dokter Abu. Alright, ga dan maar weg, in vrede. En zei aan je baas, de volgende keer kwam hij zelf aan. Met zelf mij pakken en wil zien wat hij doet. Dus, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Dus de centrale regering had weinig in de melk te brokkelen daar bij u? Praktisch ja, maar ik ben een gehoorzame nationalist. Maar jullie zich niet oppakken? Ik liep me niet oppakken. In die tijd opereerden er ook ontzettend veel strijdgroepen, hè? Ja. Hoe dacht u daarover in die tijd? Dat was vooral in West-Java erg moeilijk, omdat bij het begin al eigenlijk de gezagsapparaten hier niet intact waren door dat vacuüm. We moesten weer orde herstellen en reorganiseren. Er zijn veel strijdgroepen ontstaan en vaak individueel of soms politiek. En als ze niet akkoord gaan met het beleid van de regering, dan gaan ze ook hun eigen gang. Dus daarom was van mijn kant uit, het waren mijn eigen vrienden, want ik was jeugdleider geweest, dus waren mijn eigen. Ik zeg, nee, daar moet je nog één regering, één commando, ja, dat moet geleidelijk aankomen, dat is het hele probleem. Het was een beetje wilde boel toen. Ja, ik heb op een gegeven moment in Bandung, heb ik eerst 50% van hen door persoonlijke connecties aangetrokken om één regiment bij mij te worden. Zo zijn bij mij. En de rest wou nog niet. Maar van de rest is 1/4 ongeveer, of 1/3, die hardcore,
heb ik stilletjes ontwapend in een paar uren, 's nachts. En toen was natuurlijk, de rest kwam binnen. Ja, ja, ja. Abu Hanifah vertelde dat hij ooit eens heeft geprobeerd om hem te arresteren omdat hij te veel macht had. Weet u dat nog of niet? Ik kan me niet zo goed herinneren, maar niet dat ik hem persoonlijk zou arresteren. Maar sinds die tijd van ordening geloof ik. Ja, ja. Dat al die groepen die zich niet kunnen schikken aan de divisie. Ik zei, ze moeten maar of ja, op de een of andere manier buiten werking gesteld worden. Dus niet bepaald arresteren. Want hij is ook nooit gearresteerd, geloof ik. Nee, hij vertelde dat, ja, dat er toen officieren van u kwamen. Toen had hij ze laten omsingelen. Toen had hij gezegd, laat Nasution zelf maar komen in het vervolg. Dan zullen we eens kijken wat die doet. Ja, natuurlijk zou ik het niet doen. Ik kan hem persoonlijk goed. Maar ja, ik geef wel overal die bevelen om geleidelijk aan. Natuurlijk is door persuasion niet direct hard. Maar er mag maar één command zijn, ja, en niet verschillende command. Maar het Japanse gif was gezaaid. Een sfeer van haat ontstaan. Japanse instructeurs hadden jonge Indonesiërs tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig en ook door elkaar heen een politiek voeren. Kadaverdiscipline en ganzenpas. Het kon Duits zijn als het niet Japans was. Gemarteld Indonesië snakt naar vrede. Doch wild laait de terreur op die van dit prachtige land een hel zal maken. De terreur die afschuwelijk parasiteert op het jonge, ook in Nederlandse kringen begrepen en aanvaarde vrijheidsideaal. Moord en plundering zijn aan de orde van de dag. In de Kali's drijven de verminkte lijken zeewaarts. Troepen uit India krijgen opdracht de orde te herstellen. Helaas, hun aantal is te gering om de woeste terreur afdoende te bestrijden. De troepen uit India zijn de eerst beschikbare geallieerde soldaten die onder Engels commando slechts één opdracht hebben. Ontwapening van de Japanners. Op 2 oktober 1945 keert de eerste Nederlandse gezagsdrager op Indische bodem terug. Dr. Van Mook. Hij heeft een lange staat van dienst achter de rug in de vooroorlogse kolonie waar hij lid was van de meer vooruitstrevende Stuwgroep. In zijn diplomatieke bagage bevindt zich de historische 7 decemberverklaring van koningin Wilhelmina, die nauwelijks tot Indonesië is doorgedrongen, en de Haagse opdracht niet te onderhandelen met de zogenaamde Sukarno-regering. Hij komt in een stad waar Japanse soldaten het geweer nog presenteren voor Engelse officieren en waar pas uit de kampen bevrijde Hollanders onwennig rondlopen onder spandoeken waarop ze worden uitgenodigd te verdwijnen. Voor het oog was er steeds Batavia, ik spreek nu van Batavia natuurlijk, niet van Jakarta. Batavia was een Japanse, door de Japanners bezette stad. Want voor de harmonie, herinner ik me, daar stond de Japanse schildwacht. Voor Hotel des Indes stonden schildwachten. Voor de kampen, de vrouwen werden bewaakt door Japanners. En ik heb zelfs een incidentje gezien dat de Japanse schildwacht voor de harmonie een jonge Javaan aanhield en hem beval om onmiddellijk een buiging te maken voor de schildwacht als symbool van de Japanse macht. Dat was dus op een ogenblik dat Japan de oorlog al verloren had.
En heeft u Van Mook in die periode ook ontmoet en geïnterviewd? Ik heb hem niet geïnterviewd. Ik heb hem natuurlijk wel meegemaakt bij persconferenties enzovoorts. Hoe ging dat? Van Mook was een uiterst intelligente man natuurlijk. Maar alleen hij had niet de vlotheid, niet de souplesse van een, bijvoorbeeld een Sukarno. Dat was het grote voordeel van Sukarno. Dat hij de journalisten, vooral de Amerikanen, daar was hij natuurlijk teuk op om in Amerika een goede pers te krijgen. Die ontving hij met thee en bloemen en met mooie danseresjes enzovoorts. Zodat die Amerikaanse jongens, die lusten dat wel. En ik hoorde wel, als ze op het vliegveld aankwamen, dat het eerste woord was, where's that guy Sukarno? En daar gingen ze onmiddellijk naartoe. En in elk geval, Sukarno kreeg ook dankzij de wijze waarop hij ze ontving, kreeg hij natuurlijk ook een goede pers. En behalve nog dat de wereldopinie op de hand was van de mensen die hun eigen land baas wilde zijn, dat spreekt ook vanzelf. Maar een deel daarvan was ook te danken aan het feit dat hij ze zo charmant ontving. Terwijl bij Van Mook ging dat allemaal nogal plechtig, formeel. Van Mook had het land op een ontzettende manier over de slechte pers die de Nederlanders toen al in de wereld kregen, dankzij de journalisten natuurlijk, voor een groot deel. Dus was hij ook niet geneigd om die journalisten nog bijzonder vriendelijk te ontvangen. Begonnen in die periode ook de eerste moord- en vechtpartijen? Ja, die zijn heel gauw begonnen. De Indo's vooral hadden het heel moeilijk. Omdat de Indo's waren natuurlijk in een heel moeilijke positie. Hè. Die hadden de Europese status, niet waar. Van de andere kant waren ze, toch stonden ze dicht bij het volk. Dus die wisten natuurlijk heel moeilijk. Ze kozen de Nederlandse zijde. Dat werd hun kwalijk genomen natuurlijk door de Indonesiërs. Hè. En daarom ook die wrijving natuurlijk. Die werden ontvoerd, die werden vaak vermoord. Je hoorde de vreselijkste verhalen. Er wordt natuurlijk altijd overdreven bij zo'n gelegenheid. Want de kali ligt vol lijken en zulke dingen hoor je dan vertellen. Zo erg zal het wel niet geweest zijn. Maar er vonden heel veel ontvoeringen plaats natuurlijk. En moorden. Nou ja, en op een avond kwam ik terug. Dat is ook wel in mijn herinnering goed bijgebleven. Ik had een Indische familie had ik bezocht. En terwijl we er waren, toen werd er tong-tong geslagen. Tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong-tong. Erg onheilspellend in zo'n tropische avond. Als je toch al niet precies weet hoe de zaken staan. Hè. En die mensen werden vreselijk bang. Hè. Het waren Indo's. Hè, Indische familie. En toen gingen we allemaal in de tuin staan. De bedienden waren ook bang. En we stonden allemaal zo tegen de garagedeur aangedrukt in de schaduw. In de hoop dat we niet gezien zouden worden. Hè? Nou, de tong-tong hier en de tong-tong daar enzovoorts. En eindelijk, toen werd het laat, ik zei, ja, ik moet naar huis terug. Want je had natuurlijk wat de Duitsers dan sperstunden noemden, niet waar. Ik mag niet s'nachts meer op. Ik moet terug naar mijn hotel. En nu had ik een Indo's chauffeur ook mee. En we reden weg. En om te beginnen, buiten waren er zwarte gedaanten. De jongens waren in zwart gekleed. En die probeerden op de treeplank van de auto te springen. Want een auto had toen nog treeplanken in die dagen. Hè? En die auto die zette vaart. Dus die jongens die konden zich niet vasthouden. En die vielen er weer af. En die kwamen met van die, met die bamboesperen kwamen ze achter de bomen weg. Toen reden wij een vrij smalle brug over. En toen probeerden ze op de brug ons de weg te versperren. Maar die chauffeur die gaf vol gas. Dus alles vloog heel vlug opzij en drukte zich tegen de leuning van de brug. Hè. Nou, toen waren we al vlak bij het Koningsplein in Gang Scott. Een 100 meter, 200 meter misschien van het Britse hoofdkwartier. Toen zagen wij een auto die omgekeerd was op de weg. En een man met zo'n picolan op zijn rug, zo'n vruchtenkoopman of zo, zat in een goot weggedoken en keek onder zijn hoed, heel angstig, keek hij wat er aan de hand was. En enfin, wij werden ook aangehouden en dan wordt een grote revolver wordt dan voor je neus gehouden. En ik sprak ineens, zo laf ben ik wel, ik sprak ineens geen Nederlands meer, vond ik verstijf. Dus ik sprak Engels en ik zei, I'm a British correspondent enzovoorts. En dat werd toen gerespecteerd en dus we mochten doorrijden. Maar toen merkte ik dat die Indo naast mij, dat was een oudere man, die was helemaal afwezig van angst. Hè. Hij kon niet praten, hij chauffeerde nog wel, maar een hele tijd later had hij zijn stem nog niet terug. Die was bevroren. Bevroren in de tropen van angst. Hè? Want de Indo's wisten wel dat zij dat eerst natuurlijk aangingen. Wat moest ik doen? Ik voelde er niets voor om, zonder dat ik er aanleiding toe gegeven had, om daar neergeschoten te worden. Dus ben ik maar Engelsman geworden. Hoe werd de Republiek eigenlijk in die periode door de Nederlanders beschouwd die toen vrij waren? Die werd niet zo serieus genomen in het begin. Men vond het een grappige vertoning. Men dacht, kom zo meteen, wacht maar als de troepen komen, dan wordt er even een einde gemaakt. Dat was de algemene opinie van de mensen. En u moet ook begrijpen dat die hadden geen enkele voorbereiding. Die hadden al die jaren in die kampen gezeten. Die wisten van niets.
En op dat ogenblik, waar ik nu van spreek, waren er praktisch nog geen Nederlandse mannen in Java teruggekeerd. Die zaten in Siam, die zaten overal, die zaten in Indochina, zoals het toen nog heet en zo, maar die waren nog niet terug. En in Sumatra, maar op Java waren praktisch nog geen Nederlandse mannen. Het waren allemaal vrouwen. Die kampen, die vrouwenkampen, dat was een van de vreselijkste indrukken die ik ooit in mijn leven ontvangen heb. Dat Chidan-kamp bijvoorbeeld in Batavia destijds, dat was een vervuiling en een stank. En als je die vrouwen zag, dat haar was stroef geworden van ondervoeding en van ellende. Ze hadden lompen aan het lijf aanvankelijk. En ja, ze hurkten daar, blikjes aten ze. Ze hadden geen borden, ze hadden geen nauwelijks messen en vorken enzovoorts. Dus het was een vreselijk trieste bedoeling. En toen ik er kwam, toen hadden de Engelsen dan het idee gehad, maar ik spreek nu dan van iets later, om in de kampen muziek te maken. Dus er werden microfoons opgesteld en er werd er bijvoorbeeld een symfonie van Mozart of van Beethoven werd gespeeld. En die vrouwen luisterden in die vervuiling, omgeven door muskieten en verstopte riolen. De wc's werkten niet. In die stank en in die vervuiling luisterden ze naar die klanken die uit die microfoons kwamen. En dat was verschrikkelijk aangrijpend. En de kindertjes die stonden bij de uitgang hunkerend uit te kijken naar alles wat er uit de wereld tot de kampen kwam. Vroeger waren de kampen afgesloten geweest. Die stonden bij de uitgang op sensaties te wachten. Nou, daar kwam ik dan aan. Een van de zeer weinige blanken die nog in het land was. En die kinderen die hadden altijd maar gehoord, ja, straks komt papi terug, straks komt papi terug. Dus wat was het gevolg? Dat die kinderen die probeerden allemaal tegelijk mijn handen te grijpen. Meneer, meneer, is u een papi, meneer, is u een papi? Ja, dus dat zijn dingen die je nooit meer vergeet. Hè? Dat was zo aandoenlijk. Bent u voor het eerst in aanraking gekomen met de Republiek? Nou, ik was dus de twee laatste oorlogsjaren heb ik helemaal hoog in de bergen doorgebracht met nog een paar andere gezinnen. En daar hoorden we volkomen niets meer van de oorlog. U zat niet in een kamp? Niets. We zaten niet in een kamp en we zaten daar dus, we waren vrij in ons eigen huisje. En toen ineens was het de 24 augustus, dus 7 dagen na de overgave eigenlijk, na de capitulatie van Japan. Toen lazen we uit de krant dus dat we vrij waren. Ja. En dat was zo'n opluchting. En dan lijkt alles zo verschrikkelijk mooi, want dan denk je, nou zal die man morgen wel thuis zijn. Niet, want we hadden niets meer van elkaar gehoord al die tijd. Maar ik had nog 1 paard en dat heb ik toen gauw verkocht. Ik dacht, dan ga ik van dat geld ga ik allerlei lekkere dingen kopen en spek en boter en alles. Want die komt natuurlijk zo mager als, ik weet niet wat, komt die thuis uit het kamp. Die moeten we vetmesten. Dus toen ben ik naar Malang gegaan met drie van de kinderen. De 3 jongste kinderen die had ik bij me. En de 2 oudste die moesten op het huis passen. Dus toen ben ik naar Malang gegaan. En daar werd ik meteen opgepakt. En ondergebracht in een kamp, dus eerst bij een kennis, maar ik mocht de stad niet meer uit. Niet, maar ik was gelogeerd bij die kennis, dus daar moest ik zo lang blijven. Niet, in afwachting van een oproep voor het kamp. Maar wat was er aan de hand dan? Huh? Wat was er aan de hand? Nou, ik wist van niks. Niet, maar dat was toen natuurlijk het uitroepen van de Republiek. Niet, maar daar hadden wij niets van gehoord, ook niet op dat Bermie. U wist niets, niet dat er een nieuwe republiek was? Volkomen niets. Ik wist helemaal niet dat er een nieuwe republiek was. Ik stond werkelijk, ik kwam daar op Malang bij die vriendin en die zegt, hoe heb je gewaagd om hier naartoe te komen? Ik zeg, gewaagd? En de oorlog is voorbij. Ze zegt, ja, het begint voor ons nu pas. Toen wij nog dus, voordat we in het kamp ondergebracht werden, niet, mochten we in onze huizen blijven op Malang, de mensen. Maar we mochten geen huisbediende meer erop nahouden. We mochten niets meer kopen van de passer. Niet, want ze wilden ons klein krijgen. Hè? Dat was de opzet.
Geen water werd afgesneden. We kregen geen water meer door de leiding. Licht werd afgesneden. Dus we hadden niets. We moesten maar zien hoe we er kwamen. Nee? Vond u dat niet wat vreemd? Want... Ja, dat was zeker ontzettend vreemd. Maar ja, het was een vijandige stemming heerste er tegen ons. En dat was toen ook ontzettend goed merkbaar. In de loop van oktober 1945 worden steeds meer Engelse troepen op Java aan land gezet. Op veel plaatsen zijn gevechten uitgebroken tussen republikeinse strijdgroepen en Japanse garnizoenen die weigeren te buigen voor een Indonesisch gezag. In Surabaya zijn de Japanners al op 1 oktober eigenhandig door de bevolking ontwapend. Toch landen de Engelsen ook daar. Toen de eerste Britse troepen landen op 25 oktober, wij kregen een telegram dat wij ze hun goed moeten ontvangen. Nou, wij hebben ze natuurlijk goed ontvangen. In de zin dat wij dus... ik was toen naar de haven gegaan, naar de marinebasis daar in Surabaya. En toen zagen we dus die 3-4 oorlogsschepen van die Engelsen. Hè. Toen gaan ze met lichten seinen. En we hebben een paar van die mensen die dus die lichten ook kunnen. En toen zagen ze, we are going to land. Hè. Nou, ik sprak dus mijn Engels, mijn Hollands-Engels. Oh, nou, die jongelui die vragen, nee, wat betekent dit? Nou, dit betekent, niet landen. Hè. De opdracht was, even wachten. Hè. Wij zullen eerst hier alles maatregelen nemen voor dit. No, we want just water, zeggen ze. Ik heb hem weer vertaald. Kijk, ze willen alleen maar water. Waarvoor? Laat hem even wachten. En dan zeggen wij geven don't plan, wait till further order. Nou, further order is eigenlijk een vertaling van wacht tot nader order. Hè. Ik kon het Engelse woord niet goed. Dan zeg ik, nou, wacht tot nader order. Dus wait till further order. Weet u wat die Engelsen hebben gekabeld? Ze hebben gekabeld, we don't take any order from anybody. Nou, en toen zit ik, ik was een beetje geschrokken. Die jongelui vragen, hey, apa artinya itu? Wat betekent dat? Ze eisen dat. Ik zeg dan, ze willen geen order van jullie aannemen. Nou, wat gaan we doen? Nou, en zij gaan door en door dichterbij. En we hebben geen afweer geschud of geen... We hadden wel kanonnen, maar we kunnen ze niet afschieten. Dus toen gaan die Engelsen landen. En dat is gebeurd op 25 oktober 1945. Ondanks onze waarschuwen. Nou, toen hebben ze geland. En toen hebben we maar besprekingen gehouden. En daar heb ik dan voor het eerst ontmoet die Captain Shaw, Colonel Buick. En dan Brigadier Mellebeek kwam later. Hè. Nou, toen zat ik dus met hun te onderhandelen. Maar intussen gaan hun soldaten maar de stad in. En toen zeg ik, ja, what are you going to do? Oh, they don't make any difficulty for you. En ik vertelde, ja, kijk, wij zijn nu bezig om voor hun een kwartiering te zoeken. No. They will sleep on the street. They will sleep before building. Toen gaan ze bepaalde gebouwen bezetten. Dat was dus gebeurd 26, 27 oktober. En toen begonnen wij te slaan. Hè. En wij vechten dus zoals wij denken te moeten vechten. Hè. Zonder techniek, zonder enige orde, maar toch met heroïsme en patriotisme. En we hebben bijvoorbeeld tanks veroverd hè, van die Japanners. Hè. En dan is het natuurlijk zo gek dat wij ze niet kunnen besturen. Hè. Kijk, het is een uit de grond gestampte leger, hè? Een partisanenleger, plotseling tanks. Hè? Nou, en toen hebben we maar een Japanners, hebben wij dus onder pressie gedwongen om ons te leren, hè, in die gevechten. En toen we dat kunnen, toen gaan we dus die Engelse posities in. Hè? En we hebben kogels meegenomen, ik herinner me omdat ik toen dicht bij een van die gevechten was. Hè? En dan gaat die tank maar niet schieten. En wij schreeuwen, schiet toch, schiet dan. Nee, ze kunnen schieten. Hè.
bleek toen gaan ze wel terugrijden, dan kwamen ze terug. En toen bleek dat die kogels die ze hebben meegenomen, dat zijn andere kogels, ik klopt niet. Nou, dus zulke dingen gebeuren vaak. U was zelf ook gewapend? Ja, ik was kapitein, zoals ik zei. Dus ik moet met die Japanse beenkappen rondlopen en met die samurai zwaarden en met een pistool zo. En ik moet ze af en toe weer in de lucht schieten, zo. Maar het is te zwaar, die pistool. Hè. Dan heb ik maar veranderd in een damespistool, dat kefgeluid. Zo, hè. Nou, je moet maar meedoen. Hè. Je vocht ook mee? Ja, dus dat wil zeggen, vechten in de zin. Hè. Ik had een motorfiets, hè. Nou, ja. Moet ik met een motorfiets, moet ik daar. Ja, ik weet ook niet wat een kapitein moet doen. Hè. Ik heb ook geen manschappen onder mij, want ik was eigenlijk een kapitein meer voor die... onderhandelingen, ja, maar soms zijn er geen onderhandelingen, wat moet je dan doen? Veel leuker om dus de straat op te gaan en met die motorfiets. En dan waar zijn die gevechten? Nou, die gevechten hebben geduurd 3 dagen, 3 nachten. Dat was dus 28, 29, 30 en 6000 battle-hardened British troops van de 49ste brigade, die was dus helemaal... geïsoleerd, hè, en tot in de pan gehakt. Hè. En toen... De benarde Engelsen wenden zich tot de leiders van de Republiek. President Sukarno en vice-president Hatta vliegen naar Surabaya en bereiken een wapenstilstand. De vrede is van korte duur. De Engelsen ontdekken dat hun brigadegeneraal Mellaby is gesneuveld. Indonesische ooggetuigen melden een niet verklaarbare ontploffing in Mellaby's auto. De Britten spreken van moord. In een ultimatum eisen ze de overgave van de daders op straffen van de hardste represailles. De brigade laten landen. En toen, op 9 november, hebben ze dus die ultimatum aan ons gestuurd, die bekende ultimatum, dat wij met onze handen zo naar voren, met een witte vlag en alles moeten inleveren. Die Engelsen, wat denken ze toch? Ze denken dat wij zomaar willen overgeven. En er zijn 2 plaatsen bepaald. Op zo laat en zo laat moeten wij komen om ons over te geven. Op 9 november, 6 uur 's middags. Anders, dan zeggen ze, we will use our whole weight of air, land and sea force against the Republic. We hebben nog geprobeerd om Jakarta op te bellen. Dat is dramatisch, die avond, 9 op 10 november. Toen hebben we eindelijk minister van Buitenlandse Zaken Subarjo gesproken ter telefoon. En wat was zijn antwoord? Wij weten het niet. Wij laten het aan jullie over. Nou, wij wachten. Op 10 november, 's ochtends 6 uur, beginnen de eerste bommen te vallen. En toen hebben we ons verdedigd. Het duurde 21 dagen, die strijd. Wij hebben verloren, geloof ik, meer dan 16.000 mensen aan. 10.000 gewonden. De hele stad werd toen geëvacueerd. En daarom is 10 november tot nu toe altijd herdacht als de Heldendag. En de Heldendag van Indonesië is geboren niet uit de strijd tegen de Nederlanders, maar uit de strijd tegen de Engelsen. Het is wat daar, ja. De Indonesiër aanvankelijk zijn simpel bestaan sleet, omringd door een overweldigend mooie natuur, is hem de laatste tientallen van jaren in steeds sneller tempo een nieuwe wereld openbaar. Een wereld die tot hem kwam uit het verre westen, uit Nederland. Na de onderbreking in een oorlog is dit contact hervat en op nieuwe basis wordt de samenwerking nu voortgezet. Met vliegtuig en schip komen de nieuwe werkers aan. Nederlanders die het jonge land zullen bijstaan op hun weg naar herstel en verdere opbouw. Dikwijls betekent dit het offer van scheiding van vrouw en kind. Blij is dan ook het weerzien als eindelijk het gezin kan volgen.
Ook import en export herstellen zich en brengen de economie op gang. Wachten is nu op transport naar de stad. In de brede straten van Batavia heeft het verkeer zich hersteld en het is er drukker dan ooit. Tram en elektrische trein dragen weer bij in het personenvervoer door de uitgestrekte stad. Er bestaat een Indonesische republiek die al door veel landen op zijn minst de facto is erkend. Maar intussen stromen de door Japan tijdelijk verdreven Indisch gasten, samen met nieuwe vestigers, terug naar de vroegere eigendommen. Opnieuw en meer dan ooit koesteren ze het beeld dat er iets groots moet worden verricht. En dat zij daarbij onmisbaar zijn.